Begin jaren tachtig wilde ik uh, een serie documentaires maken over wat Indisch is. Of wat Indisch genoemd werd. Indisch eten, um, ja, Indische gewoontes. Uh, uh, nou ja. Ik kreeg er niet van de grond omdat ik een belangrijkste reden was dat ik, omdat ik zelf Indisch was en dan zou ik geen afstand hebben tot het onderwerp. Wat ik een beetje vreemd vond, want ja, Nederlandse documentairemakers maken continu uh, films over Nederlands onderwerpen en mochten die dat dan wel doen zonder afstand naar hun Nederlandse uh, cultuur? Uh, toen heb ik besloten die subjectiviteit van Medema te gebruiken en werd het een documentaire onder de titel Het land van mijn ouders over mijn Indische achtergrond. Uh, eigenlijk op zoek naar wat is, wat is Indisch. Beide ouders heb ik toen gevraagd uh, wat Indisch was en ze konden daar niet echt goed antwoord op geven. Maar, maar ze hadden eigenlijk twee dingen die naar voren kwamen. Nou, het is niks om je over te schamen en uh, je moet echt trots op zijn. Maar ja, trots en schaamte. Het intrigeerde mij. En ik dacht, oké, okay, ik mag het dus eigenlijk zelf invullen. Wat dat Indisch is, want dat kunnen ze niet zeggen. Ik ben gedoken in het ontstaan van de Indo. En er kwam erg veel aan het licht. Die uh, koloniale geschiedenis, die was niet zo rooskleurig. als we op school hadden geleerd. En ja, trapjes denken zat er als het ware gewoon helemaal ingegoten. En nou, het was voor mij een openbaring om daar steeds meer van te weten te komen. En dat heeft geleid tot het boek Indo, dat ik uh, pas. Nou, namen 65step durven schrijven en wat uh, vorig jaar in uh, maart 2020 is verschenen.